In deze video ga ik jullie alle verschillende opties geven om de studio te monteren. En daarbij mogen jullie natuurlijk een reactie geven welke opties jullie het beste vinden. In deze video heb je meestal drie verschillende opties hoe je kunt beginnen, hoe je bij de shifter handelt en hoe je eindigt. De eerste optie, je begint aan de onderkant van het stuur, je knipt de stuurlint half af en je draait de stuurlint evenwijdig met het begin van het stuur. Vervolgens trek je de stuurlint strak en deze laat je mooi aansluiten over het stuur. De tweede optie, je begint aan de bovenkant. Je knipt weer hetzelfde als bij optie 1 het stuurlint half af. En je begint aan de bovenkant met de stuurlint te draaien. Hierbij begin je natuurlijk niet aan de opening, maar aan de bovenkant waar normaal het stuurlint voor sommigen eindigt. De derde optie is verschillend van de eerste twee opties. Hierbij knip je niks af. Je draait het stuurlint over het stuur heen, maar je zorgt ervoor dat het begin van het stuurlint over het einde zit van het stuur. Dit einde van de stuurlint ga je straks naar binnen stoppen wanneer je de stuurdop monteert. De derde optie werkt wel hetzelfde als de eerste optie. Je draait de stuurlint weer op dezelfde manier richting de shifter. Vervolgens duw je de stuurdop in het stuur met het overige stuurlint wat er buiten steekt. De draai bij de shifter. Dit is voor de meeste mensen het moeilijkste en daarom heb je ook verschillende manieren om dit te doen. Wij vinden optie 1 het beste. Hierbij gebruik je het tussenstukje wat erbij zit, dus het losse kleine stukje stuurlint. Deze leg je aan de binnenkant van de shifter, eigenlijk op de klem. En je draait de stuurlint er strak omheen. Je zorgt er wel voor dat je natuurlijk geen stuur ziet. Hierbij moet je er wel voor zorgen dat de stuurlint goed onder de shifter zit. En natuurlijk wanneer je de draai maakt, goed aan de bovenkant zit, zodat je nergens een stukje stuur meer ziet. Vervolgens gaan we door naar optie 2. Deze optie wordt ook vaak gebruikt. Hier heb je wel verschillende manieren om het stuurlint eromheen te draaien. Je draait het stuurlint onder de shift door. Daarna haal je hem naar boven toe. Je trekt het stuurlint strak. Je doet hem weer vanaf de zijkant terug naar beneden toe. Je trekt hem weer strak onder de shift door. Hierdoor heb je geen open stukken. Vervolgens trek je het stuurlint weer strak en laat je hem mooi meelopen over het stuur heen. Check altijd of je geen open plek hebt. Weer hetzelfde verhaal als bij optie 1. Dan het einde van het stuurlint. Wanneer het stuurlint eindigt, kan natuurlijk op twee verschillende manieren. Je eindigt de stuurlint aan de bovenkant of je eindigt de stuurlint aan het einde van het stuur. Wanneer je het stuurlint eindigt aan de bovenkant, zorg je ervoor dat je stuurlint strak afknipt. Je knipt vanaf de kant van de shifter naar de kant van het balhoofd. Hierbij zorg je ervoor dat je een knip maakt van ongeveer 7 cm. Knip deze recht af, maak geen happen. Zorg ervoor dat deze mooi aangesloten zit op het stuur. Wanneer je het tapeje gaat monteren, zorg ervoor dat deze mooi evenwijdig loopt met het stuur. Je trekt het tapeje mooi strak om het stuur heen. Je zorgt ervoor dat het einde precies meeloopt met het einde van heel het stuurlint. Wanneer we nu de tweede optie bekijken, eindig je natuurlijk aan de onderkant van de shifter. Je kan hierbij een tapeje gebruiken, maar dit is natuurlijk niet zo mooi. Je knipt het stuurlint eigenlijk af voorbij het stuur. Hierbij duw je het stuurlint naar binnen toe en pak je de stuurdop
deze duwen tegelijk met de stuurlint in het stuur. Wanneer je dit goed doet, is de stuurlint mooi strak in het stuur en heb je geen bobbels en steekt de stuurlint er niet uit. Ik hoor graag welke opties jij het beste vindt. Laat het weten in de reacties. Het begin, het midden, het eind. Voor ons is de beste optie 1-1-1. Bedankt voor het kijken. Geef zeker een duimpje omhoog. Abonneer hieronder voor de volgende video's. En dan zeg ik tot ziens. Adios. Later. Ciao.